Wat je in deze passage erg goed kunt oefenen, hè, passage die gaat over het over recht. Hè, Joes komt op een gegeven moment een voorbeeld uit deze Hongaarse vrouwenjustitia. Met een boek in de hand in plaats van een zwaard en de weegschaal om te kijken van wat is nou recht. Als je iets wil oefenen nog in deze passage, kijk nog eens naar de conjunctives in de hoofdzin. Want die komt hierin nogal een aantal keren voor. En het begint zelfs al helemaal aan nihil miremur eorum ad quae nati sumus. Miremur van mirari miror is een depotens. Laten we ons verwonderen over niets nihil. Dus hier laten we ons verwonderen. Het is een... men nemen een ei-type. Hè? Dus conjunctivus, adhortativus, een aansporing om iets te doen. En hier een aansporing op het niet te doen. Laten we ons over niets verwonderen, eorum, van die dingen. Nou, hoe haal ik deze die dingen? Waar zie ik aan dat dit onzijdig is? Dat zie ik aan het ad quae. Ad quae, waarvoor wij geboren zijn. Hè, laten we ons over niets van die dingen verwonderen waarover we geboren zijn. Quae idio nulli querenda. Dat is toch eventjes weer lastig hoor, met dat nulli, dat is een dativus. Is al lastig om te zien dat het een dativus is misschien. Maar ook nog eens een keer omdat hij bij een gerundivum staat, querenda. En dan geeft hij de handelende persoon aan. Dat is een dativus auctores. Die daarom, dat is dat idio, door niemand, dus niet voor niemand, maar door niemand, beklaagd mogen worden. Letterlijk, als je kijkt... is die dativus auctores helemaal niet zo raar, want zo'n gerundivum betekent eigenlijk beklagenswaardig. En voor wie dat is dan die dativus. Die daarom voor niemand beklagenswaardig zijn. Die daarom door niemand beklaagd mogen worden. Waarom niet? Quia. En laat je niet verleiden om dit gaan opzoeken met quai of quis of quid. Quia is gewoon omdat. Omdat die paria sunt omnibus. Paria komt van par gelijk. Is hier paria onzijdig meervoud. Omdat ze gelijk zijn omnibus voor iedereen. Voor allen. Nou, ita dico. Letterlijk, ik zeg zo. Ik bedoel dit dus. Paria sunt. Ze zijn gelijk. Dat zijn die omstandigheden. Ze zijn gelijk. Want, etiam quod effugit ali quis apati potuit. Want, wat effugit ali quis, wat iemand heeft ontvlucht, dat kan, heeft hij kunnen ondergaan. Want wat iemand heeft ontvlucht, heeft hij kunnen ondergaan. Waar iemand aan ontkomen is, wil niet zeggen dat dat iemand niet had kunnen gebeuren. Is best wel mogelijk dat iemand dat kan ondergaan. Want waar iemand aan ontkomen is, en misschien is dat misschien nog wel even een mooiere vertaling van dat effugit, want wat waaraan iemand ontkomen is, dat heeft iemand kunnen ondergaan. Dat wil niet zeggen dat dat niet mogelijk was. Dat heb ik hier ook met kunnen. Hè. Heeft hij kunnen ondergaan? Daar ligt de nadruk op, dat kunnen, potuit. Aequum autem jus est, want dan komt er weer een berichtje binnen. Aequum autem jus est, letterlijk, gelijk recht is, echter, dat had rood moeten zijn. Gelijk recht is echter, jus is namelijk een woord van groep 3, is onzijdig, dus aequum, ook onzijdig. Niet dit, maar dat. Gelijk recht is echter. Non quo omnes usi sunt, sed quod omnibus latum est. Non quo omnes usi sunt. Je moet eerst zien dat usi sunt van utor komt gebruiken. En wat je gebruikt staat in de ablativus, quo. Gelijkrecht is echter niet wat alle gebruiken. Maar... eigenlijk is dit weer gebruikt en dit is zo'n perfectum gnomicum. Maar, quod omnibus latum est, maar, quod wat voor allen latum est, gebracht is, komt van verre, gemaakt is. En gelijkrecht is niet wat alle gebruiken, maar wat
voor allen gemaakt is. Hij wil niet zeggen dat je dat al, dat het voor iedereen exact hetzelfde is wat hij daadwerkelijk gebruikt. Het is wel voor iedereen bedoeld. Imperator, en hier krijg ik hem weer, hè. Imperator aequitas animo, imperare, laat er bevolen worden, dus een conjunctief is van het presens, en pendamus, van pendere, betalen, laten wij betalen, laat er bevolen worden, dan aequitas is nominativus, laat er gelijkheid bevolen worden aan de geest, en laten wij betalen, pendamus, prachtige voor mij, oremus, laten wij bidden, pendamus, laten wij betalen, en laten wij betalen, wat laten wij betalen, gaan we dan betalen, de tributa, de prijs, mortalitatis, van de sterfelijkheid, laten we de prijs van de sterfelijkheid betalen, sine querela, bij sine let altijd op, dit kan, komt niet van sinere, van een werkwoord, maar dat is een voorzetsel, sine querela, met een ablativus, zonder klacht. Laten we zonder klagen de prijs van de sterfelijkheid betalen. En daar mogen we het dan mee doen. En de vervolgpassage komen er een aantal vergelijkingen die daarmee trekt.